Oh jee. Voor welke trekjes van je partner krijg je vlekken in je nek? Nou, let's go. Heb je wel eens iemand de huid volgescholden of ben jij wel eens de huid volgescholden? Nou ja, zeker. Ja, vooral vroeger wel op school kon ik nog wel baldadig zijn. Maar dan werd mij eerst de huid volgescholden en dan schold ik wel altijd terug. En jij dan? Nee. Nee? Nee, ik ben best wel rustig wat dat betreft. En ook bij mij niet trouwens hoor, nee. Zit jij meestal goed in je vel of zijn er ook periodes waarop dat minder is? Nou, over het algemeen zit ik wel goed in mijn vel, maar er zijn zeker ook al periodes dat ik dat wel eens wat minder heb. Vaak in de winter. Ik hou niet zo van de korte dagen natuurlijk. Nou, als jij niet bij me bent. Oh, ja hoor. Je huid is natuurlijk je grootste orgaan en daarin kun je ook echt aflezen hoe dat je bijvoorbeeld voelt. Wanneer je slecht slaapt, een festival te veel hebt gepakt, maar ook je leefstijl. Denk bijvoorbeeld aan roken of alcohol drinken. Dit heeft allemaal invloed op hoe je huid eruit ziet. Dus natuurlijk moet je je huid goed verzorgen, maar het allerbelangrijkste is om jezelf gewoon goed te verzorgen. Heb je wel eens meegemaakt dat er iemand echt onder je huid gekropen is? Dat gaat dan wel denk ik om de horecazaak. Daar heb je types. Oh. Heb je een voorbeeld? Gewoon qua irritatie, dat begrijp ik gewoon niet. Van de week was er een vrouw, die kwam van het toilet. Die zei, oh, prachtige zaak hoor, heerlijk gegeten, maar die spiegel in de dameswc, die hangt wel echt heel erg laag. Erg jammer. Ja. Nou, dat denk ik. Nou, dat denk ik heel veel, laat ik het zo zeggen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Wat is jouw mooiste kippenvelmoment? Nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Oeh, dat is natuurlijk ons huwelijk. Een ander heel belangrijk mooi kippenvelmoment was de eerste keer Pride. Toen kwam de eerste boot aan. Nou ja, wat dat met je doet, dat is ook echt niet normaal. En mijn laatste kippenvelmoment was met Tomorrowland. Ja. Ja, dat is heel cliché, maar ik sluit me daar heel erg bij aan. Ja. Bij mij natuurlijk ook het huwelijk, maar dan heb ik wel een specifiek moment. Het moment dat jij in de rozentuin stond op mij met de first look. Daaraan terugdenken of als ik naar die video kijk, maar op dat moment zelf natuurlijk ook. Ja, dat was wel echt gewoon een heel bijzonder moment. Ja, ja. Dat is natuurlijk laatst met de eerste single uitgebracht. En dat ik het uiteindelijk toch allemaal maar geflikt heb. En het werd heel goed ontvangen gelukkig. Dat snap ik dus, heel goed, maar heel trots op. Ja, daar was ik ook heel trots op. Ja. Oh jee. Voor welke trekjes van je partner krijg je vlekken in je nek? Dat ligt meer aan mij. Ik ben natuurlijk heel ongeduldig. Jij bent heel bedachtzaam. En dat botst wel eens. Ja. Dus ik leg hem een beetje bij jou neer, maar wel met een kanttekening dat het ook wel aan mij ligt. En ik heb het andersom. Ja, want juist jouw ongeduld denk ik af en toe, neem nou eens even een momentje tijd. Ja. Denk er nou even goed over na. Oh, moeilijk leven, hè? Ja, het is echt heel zwaar. Bloos jij vaak? En wat is de laatste keer dat je echt gebloost hebt? Tegenwoordig niet meer zo. Maar vroeger had ik dat wel echt heel erg hoor, dat ik in de klas heel snel rood werd en dat ik soms ook bij de kassa stond en dan ineens rood werd. Dat was bij de kassa? Ja, gewoon als ik onder de mensen, als me ineens een directe vraag werd gesteld, dan, dat ik daar ineens wel van rood kon worden. Ja. De huid is heel groot, heel complex en er zijn heel veel grappige fenomenen, net zoals blozen bijvoorbeeld. En heel veel mensen schamen zich daarvoor als ze rood worden. Blozen ontstaat heel vaak door een bepaalde emotie. Denk bijvoorbeeld aan schaamte, aan angst, aan woede, maar bijvoorbeeld ook uit passie. Het zorgt er eigenlijk voor dat de vaatjes gaan verwijderen, waardoor er veel meer doorbloeding is en ja, dan word je rood. Fysiologisch gezien, wanneer je bloost, is het eigenlijk om je huid af te koelen. Ik wil allebei niet. Ik wil altijd zout douchen en hij wil nooit zout douchen. Ja, maar jij staat onder het water en ik sta er buiten koud te liggen. Ah, niet zo janken. Nou, daar hoef je niet over na te denken. Nee, ik zou wel weer 25 willen zijn. Ik moet wel weten wat het vlees in elkaar zit, ja, toch? Zeker weten. Altijd even een testritje maken. Misschien als ritje slecht... zelfs. Nou ja, als het dat slecht is, hoeft ook geen tweede date meer. True. Ja. Ja, nooit meer jaloers. Ik vind jaloezie zo'n waardeloze... Ja, ik ben het wel met je emotie. Ja. Toch gewoon niet douchen, spring wel even in het kanaal of zo. Ja, ik denk wel dat je er uiteindelijk wel aan went dat je het allemaal niet gepoetst hebt. Maar ik vind gewoon, ja, als je op je lichaam dan op een gegeven moment word je gewoon ook echt vies, vies. Ja, ga ik toch wel voor deze. Ja, toch? En daarna deze. Ik ben toch wel visueel ingesteld. Die was heel makkelijk. Nou, ik heb een stage gegeven ook wel leuk hoor. Oh ja? Ja. Aan wie? Zijn jullie altijd twee handen op één buik? Nee. Nee. Totaal niet. Nee, sterker nog, ik denk dat wij best wel veel vlakke tegenpolen zijn. Ja. Dat botst af en toe. Maar dat, ja, maar ik denk wel, qua interesses in de basis zijn wij het eigenlijk altijd wel met elkaar eens. Ja. Wij vinden dezelfde dingen mooi, we vinden dezelfde dingen leuk. Maar de uitwerking, daar verschillen wij nog wel eens. Ja. Maar we komen altijd tot elkaar. Tot... Dat is wel waar, inderdaad. Ja. Ja. Ach, houd ons scherp. Yes. Nou, volgens mij hebben we ons lekker bloot gegeven. Laten we lekker gaan douchen. Kom.